Goedemorgen, lieve mensen. Even een berichtje van mij. Dinsdag heb ik altijd de kleinkinderen, maar ze slapen nu heerlijk. Dus ik dacht, ik ga toch even een berichtje voor jullie plaatsen. En ik was even in één winkel, want ik moest wat eten hebben voor de kittens. En ik wist van die eigenaresse dat het geen probleem is zonder mondkapje daar. Ze kent mijn standpunt. En dus dat heb ik gedaan en dat is ook prima gelukt. En ik had ook bedacht dat ik verder ook niet het winkelcentrum in wilde. En dat heb ik ook goed aangevuld, gevoeld. Want op het moment dat ik daar dus binnen was, toen hoorde ik dus bij het Kruidvat, dus één winkel daarnaast, iemand echt schreeuwen tegen iemand anders. Het is wel vanaf vandaag toch verplicht. Nou, het is gewoon echt niet normaal. Want kijk, heel simpel. Als je dus astma hebt of iets aan je luchtwegen, zoals ik ook heb gehad in mijn verleden. En juist door alles waar ik mee bezig ben, preventieve gezondheidszorg, heb ik er helemaal geen last meer van in mijn leven. En dan zou je nu een beetje door het dragen van een niet-medisch mondkapje, wat dus niet helpt, zou je het weer gaan krijgen, zou je het weer gaan oppakken, weet je wel. En buiten het feit, de dingen kloppen ook niet. Weet je, wat er allemaal gezegd wordt en gedaan wordt. Dus daar heeft het natuurlijk ook gewoon mee te maken. Dat, wat ik de vorige keer in een van de filmpjes al zei, van als iemand als Rutte vanavond zegt van joh, vanaf morgen moet iedereen op handen en voeten de winkel in. Of openbare ruimtes, want anders heb je last van het virus. Dan heb je ook nog mensen erbij die dat gaan doen. Dus hoe achterlijk is dat? Kijk, en nogmaals, iedereen moet voor zichzelf weten hoor. Als je hem wel wil dragen, ook prima. Maar ga nou niet de mensen die hem niet willen dragen lastigvallen. Want dat gaat er dus nu gewoon gebeuren. Verdeel en heerspelletje op den top. Echt niet normaal. Ik ben altijd best wel, dat ik zoiets heb rebels. En ik had nu zoiets van, weet je. Ik ben blij dat ik gewoon het eten voor mijn kittens heb. En voor de rest ga ik echt geen enkele winkel meer in. Dus wat ik al bedacht had van tevoren, gewoon heerlijk één keer in de maand zorgen dat ik mijn droge eten allemaal heb. Via online. En de rest gewoon bij de plaatselijke markt, buiten. Dus weet je, het is wat het is. Maar ja, ik wil het.